weer onderweg naar de verloskundige. En ik mag vannacht mee in de kamer. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En dan ga ik weer turnen. Maar mama is nu een knot aan het maken bij mij. Ja, met zo'n dingetje. Goedemorgen. Nou, het is dus dinsdag en ik was vanochtend super misselijk. Oh, zomaar ineens echt spugen. Maar ik ga een crackertje met appelstroop eten, want er schijnt veel ijzer in te zitten. En dat heb ik nodig op dit moment. Heerlijk. Wil je proeven? Ja! Die kool is lekker. Lekker? Ja. Zo, nou, nu zit ik zelf ook eventjes met... preventief anti-luizen spul. Dus oftewel, als er luizen in mijn haar zitten, dan gaan die bij deze dood. En ik ben hopelijk beschermd tegen nieuwe aanvallen. Sinds ik dus één luis heb gevonden bij Jola, heb ik zelf ook overal jeuk. Kinderen die komen continu in contact met andere kinderen. En ja, Jola die schijnt dus nogal vatbaar te zijn voor luizen. Leuk. Tweede keer in één jaar. Een kleine update. Sommige dagen zie je heel veel en sommige dagen zie je echt niks. Gek, hè? Het is net alsof ik, als ik het de ene dag wat meer naar binnen draag en de andere dag zet hij wat meer uit. Maar goed, laten we daar nog maar even van genieten. Zo, ik heb gedoucht en heel veel opgeruimd. Misschien weten jullie nog dat hier allemaal dozen stonden. Nou, die zijn nu allemaal weggewerkt. Dus dat betekent weer een nieuwe lading met kleding gesorteerd. Om weg te gooien, te verkopen, naar Noppes te brengen enzovoort. En nog lang geen einde. Want dit is denk ik, wat ik nu heb gedaan, is denk ik nog niet eens een derde. Dus ik heb echt nog heel veel kleding te gaan. Vooral dansrestenkleding. Ja, ik ben nu hier in deze kamer wel echt chaos aan het maken. Dat is wel echt heel erg. Maar goed, het is in ieder geval een begin. Al deze dozen op de grond hebben een doel. De een is voor dit en de ander is voor dat. Dit staat allemaal op United Wardrobe. En als dat niet verkocht wordt, gaat het alsnog, weet ik veel, op een andere manier weg. Zo, ik werk vandaag lekker in de huiskamer met mijn laptop. Want Daan, Bartse kompion, die is boven met Bart aan het werk. En ik vind dat echt heel onrustig om in dat kleine kamertje met z'n drieën te zitten. Ik ben eventjes aan het middageten. Ik begin met sandwich, bread, komkommer en kaas, I know, eigenlijk. Wil ik niet meer zoveel kaas eten, maar ik vind het zo lekker. En als ik deze broodjes op heb, dan neem ik even een kopje thee. Dan laat ik het even zakken. Want ik had gisteren dus gelezen dat wanneer je wat meer ijzer wilt eten, kun je dus ijzerrijke voeding eten. Maar dan moet je dat niet combineren met zuivel. Want dat breekt de ijzer uit de voeding dan juist weer af. Dus ik laat het eerst even zakken, een half uurtje. En dan pas neem ik... een spinazie shake. En dan zal ik jullie ook even laten zien hoe ik die maak. Oké, tijd voor de smoothie. Wat ik gebruik is Nutribullet. Dat is deze. Daar gaat alles in. Spinazie. Jus. Blauwe bessen. En een banaantje. Goed. Heerlijk. Ja, heerlijk? Ja, echt.
Vorige keer had ik ook zo'n shake ooit. Ja. Maar en toen vond ik hem ook heerlijk. En hij smaakt precies hetzelfde. Lekker zeg. Mooi, word je sterk van, hè? Spinazie. Yeah. Hallo. Dit is een lekkere shake. Zo. Ik heb Jola net naar Turnen gebracht en ik ga nu even een boodschapje doen, want ik ga vanavond weer een receptje maken met jullie. Ik heb besloten om dat te proberen om elke dinsdag te doen. En ik ga nu voor tagliatelle met chili pompoen en ricotta. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik had vorige week ook al een pasta, maar ja, ik had hier gewoon zin in en ja, ik maak natuurlijk wel dingen waar ik zelf zin in heb. Dus... Ja, Jola vindt het super leuk, hè? Ja. Misschien mag je wel naar het hartje luisteren, hè? Ja. Het. Ja. Heel leuk dat ze mee is. Ja. Het wordt allemaal wat minder medisch nu, dus kan ze af en toe mee. Zo, alles was weer helemaal goed. En Jola heeft het hartje gehoord. We hebben allemaal het hartje gehoord, hè? Het was wel even zoeken, hoor, naar het hartje. En Bart is baby. 156 slagen, denk ik. Het duurde wel 10 minuten voordat ze het hartje gevonden had. Nou, 10 minuten is ook overdreven. Ja, oké, 8. 2 minuutjes of zo. Hij lag een beetje laag. Veel langer, joh. Hij lag heel laag. Ja, hij lag achter het schaambod. Ja. Hij schaamde zich een beetje. Ja, dat snap ik ook met zulke ouders. Nou, ik schaam me niet met zulke ouders. Ja, we gaan weer verder met onze nieuwe favoriete serie. Een speculaas met thee. Dat is echt zo lekker. Alles voor de baby. Hey Tex. Het vaatwasser is klaar. De nieuwe serie gaat beginnen, maar die doen we uit, want het is 11 uur. We gaan naar boven. Welterusten, dankjewel voor het kijken voor vandaag. Niet vergeten te abonneren, dat het gratis. En doei, is tot morgen. Hè? Ochtend. Het is ochtend dat ze kijken. Dat weet je niet hoe laat het is wanneer ze kijken. Dus fijne dag nog, of welterusten, of in ieder geval doei. Later. Doei.